die hele avondklok van 12 uur af, dat is geweest vanaf 41, denk ik. Dus 4 jaar. Maar die ernstige avondklok, dat was dus vanaf september 44 tot mei 45. Wim Albersberg is geboren in 1931 in Amsterdam. Wim was 8 toen de Tweede Wereldoorlog begon en kan zich die tijd nog goed herinneren. Wij woonden in Amsterdam in de Rivierenwijk. De straat heette de Roerstraat. We waren een gezin van vader, moeder en 3 jongens. Wij hadden in die tijd ook avondklok. Dat woord kenden wij toen nog niet. Er werd gesproken over spertijd. De zogenaamde spertijd gold vanaf het begin van de oorlog, van 12 uur 's nachts tot 4 uur 's ochtends. Maar in september 1944 veranderde dit. Het grote punt kwam pas in 1944, want toen werd ook voor ons de spertijd op 8 uur gesteld. En van 8 uur tot 's morgens 6 uur. Er was geen straatverlichting meer. Je moest alles ook, zoals dat heet, verduisterd hebben. Dus als gordijnen licht doorlieten, hing er ook altijd nog zwart papier achter. Sommige ramen waren helemaal dichtgeplakt. Dus het was heel donker op straat. We hadden netjes alle ramen met gordijnen dicht gedaan. Zwart papier, karton en triplex. 4 hoofdtij bij ons thuis. Een diepe duisternis moet heersen bij elk raam en bij elk huis. In diezelfde tijd dat we geen gas meer kregen, dus in september 1944, was er ook geen elektriciteit meer. Dus we moesten allemaal met kaarsjes of met vaccinelichtjes of met een oliepitje door het huis lopen. Op de vraag of er in die tijd streng gecontroleerd werd, hoeft Wim niet lang na te denken. Wij waren allemaal erg bang voor oppressie. En dat zat in de sfeer af van het begin van de oorlog af al. Als je een verkeerd lied zong, een beetje vaderlandslied, bijvoorbeeld Wilhelmus of iets anders, of een of ander cabaretliedje waar Duitsers negatief geduid werden, kon het zijn dat je het politiebureau in ging. Dus de angst voor represailles was buitengewoon groot. Met andere woorden, of er veel gecontroleerd was of niet, weet ik eigenlijk niet. We hadden lef niet om dingen te doen die tegen de regels in waren. We probeerden ons er zo goed mogelijk aan te houden.